Oké, okay, u hebt daar een amendement op ingediend. Wilt u uw amendement toelichten, alsjeblieft? Dank u wel, meneer de voorzitter. Bedankt, Schepen Himonpree. We hebben inderdaad een amendement ingediend. Niks omdat de voorgestelde reglement niet goed is. Integendeel, het is een zeer goede overeenkomst, maar we hebben wel een klein probleem met het feit dat de organisaties, de zelforganisaties, moeten een hoofdzetel in Oostende hebben. Misschien een klein detail, maar inderdaad niet onbelangrijk. Is het feit dat de twee federaties die de zelforganisaties begeleiden en ondersteunen zijn typische voorbeelden van organisaties die hun hoofdzetels hebben in Oostende. Toch doen ze heel goed met hun filiaal werken, namelijk de FMDO en de FZO. Dit zijn de aanwezige federaties in Oostende. Ze hebben hier hun hoofdzetel, maar wel in Brussel. Toch doen ze hun werk goed. Dus we zien niet waarom een zelforganisatie die in filiaal werken hier in Oostende heeft, eigenlijk niet in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidiëren. Dus vandaar dat we dit amendement ingediend met de vraag om hoofdzetel in Oostende te schrappen. Dank u wel.